Minister Wopke Hoekstra was gisteren op bezoek in Groningen. Dat deed hij als minister en onderdeel van het kabinet, maar ook als partijleider van het CDA. De minister van Buitenlandse Zaken ging in gesprek met Groningers en kwam op bezoek bij Robert De Wit, de lijsttrekker van het CDA voor de provinciale statenverkiezingen. Het gesprek met Groningers was in alle beslotenheid en ging over een actueel thema. Een van de dingen waar we vandaag weer meer over gehoord hebben, zijn de enorme problemen die er zijn op het gebied van de energierekening. Uh, waarbij ik het hartverwarmend vond om te horen hoe uh, een aantal mensen, ook van de gemeente, aan de gang zijn met het juist helpen van mensen met het onder controle krijgen van die energierekening en isolatie. Ja, waarom is het belangrijk om met mensen te praten? Ja, omdat uh, je in Den Haag natuurlijk uh, al die dossiers wel over je uh, bureau krijgt. Maar dat uiteindelijk begrijpen wat het voor mensen zelf betekent, met mensen zelf in gesprek gaan, zien wat het in de praktijk betekent, toch het allerbelangrijkste is. Maar de minister was er ook om te praten over de aanstaande provinciale statenverkiezingen van 15 maart aanstaande. Een van de thema's die voor het CDA een grote rol kan spelen is de stikstofcrisis. Daarvan zei Hoekstra eerder dat de doelen die het kabinet heeft gesteld voor 2030 niet heilig zijn. Het herstellen van de verbinding met de samenleving, de verbinding met de provincie, dat is uiteindelijk de kernopgave van de politiek. En ik ben ervan overtuigd dat ook met dat rapport wat we nu hebben van, van Remkes, we kunnen zorgen voor én een leefbaar platteland. En een fatsoenlijke boterham voor de boeren. En voor natuurherstel. Want het is allebei heel erg hard noodzakelijk. We zien in de provincie Groningen, als we kijken naar andere provincies, dat het probleem nog relatief klein is. Niet klein, want voor de mensen waar het om gaat, is dit een gigantisch probleem. Dus we moeten er dus samen voor zorgen dat we het oplossen. Dat we het in beeld brengen en ook met chronische nuchterheid het gesprek voeren, met elkaar aan tafel zitten en kijken welke oplossingen wel en niet werken. En wat ons betreft, als CDA, is uh, Groningen een plattelandsprovincie en moet dat het ook blijven. In de landelijke peilingen staat het CDA er niet al te best voor? Ja, is zeker een uitdaging. Maar ik heb altijd geleerd: als je tegenwind hebt, dan moet je harder fietsen. Uh, en dat betekent dat we uh, straat voor straat, wijk voor wijk bij mensen langs moeten gaan. In gesprek moeten gaan om die problemen ook samen op te lossen. Want uh, je kunt heel makkelijk one-liners erin gooien. Maar wij vinden het belangrijk dat de problemen van mensen ook daadwerkelijk worden opgelost. En dat doen we samen. Je moet het in Nederland gewoon elke dag opnieuw verdienen. Um, uh, je zal elke dag opnieuw aan de gang moeten voor die samenleving. Uh, en het is waar, je krijgt geen zetels cadeau. Dus die zal je huis voor huis, straat voor straat moeten bevechten. Uh, en dat gaan we met elkaar ook doen. Dus het is niet de laatste keer dat u in Groningen komt. Nou, ik was hier een aantal weken geleden nog. Ik ben er nu en ik blijf hier komen. Het is een geweldige stad.